Naast het feit dat dit mijn eerste vlog ooit is, is het ook de eerste keer dat ik een video maak in het buitenland volgens mij. En ik kan nu wel heel erg lang een intro gaan lopen schieten over waar ik naartoe ga of wat ik ga doen. Maar dat zien jullie al lang aan de titel. Dus laten we gewoon even een deel vooruit gaan, zodat we niet helemaal op dat gezeik hoeven te wachten. Je kan dus duidelijk merken dat dit mijn eerste keer vloggen is. Ik had mijn microfoon hier niet aangezet. Hoe ongelooflijk incapabel ben je dan? Maar ik vertelde hier dat wij naar Berlijn gaan voor een video voor DDG. En we gaan ook op bezoek bij ons netwerk DiviMove. Ja. Wat een stumper ben ik. Confrontatie. We zijn nu aangekomen. Ja, woe. Thanks. Shout out naar EasyJet. Spon. Waar is Matty? Hey. Bart, vooral, moet je zien. Kijk wat we hier tegen doen. Midden in Berlijn ligt opeens ons sjaaltje. Oh, hoe kan dat er al? Jouw petje? Samen met dat knoppenpetje. Wat dan? Moet de 50 cent doen. Ik heb al iets. Ben jij het doen? Willen jullie een snackje hier, boys? Oh jee, we krijgen de avond. Ik loop hier dus zo, hè? Kijk het dan, hè? Dit is gewoon de deur. Kijk, wie heeft zijn koekjes daar verstopt? Wie heeft die koekjes daar verstopt? Ik weet al wat er gaat gebeuren. Ja, het is al hetzelfde. Altijd vier keer. Ja, deze koud. Yay! Ma, en bit is ride like a Harley. Hey, radio play that's like arcades. Every day the holidays and stay paid. Celebrate the holidays with the money. Hey, gast, wat de fuck is hier gebeurd? Jij bent langs. Huh, what the fuck? Nee, er heeft iemand zitten menstrueren. Ah, bloed. Kijk. Met jouw bloed, Mac. Menstruatiegrond. Daarom moet je nooit aan vrouwen beginnen. Kom, we gaan 19 letterwoordelingen doen. Oké. Menstruatiestoornis. Menstruatiestoornis. Het zit dus zo. We hebben twee hotelkamers. En één hotelkamer is eigenlijk voor vier personen. We hebben twee bedden gevonden. Maar één hotelkamer is ook voor één iemand die er is. Helemaal brokko! We moeten dus iets verzinnen om te kijken wie er alleen gaat slapen nou. Playpapiertje trekken. Even een boekje pakken. Rob, niet koekeloeren. Koekeloeren. Rob, je spiekt. Lekker koekeloeren. Je spiekt. Oké, godverdomme. Dan neem ik deze. Godverdomme! Kutspel! Ja! Ik ben niet alleen! Ja, ik ook niet. Hij heeft verloren. Hij pakte er zelf al. Hij pakte de kruis. Het is matchday. We zijn er klaar voor. Rob, ben jij er klaar voor? Ja. Ben jij er klaar voor? Ben jij ook niet eigenlijk? Nee, want Jeff zit er niet op. We gaan even culinair vroegstoeken. Even cultuurproeven in Berlijn. En dan gaan we naar de wedstrijd toe. Hebben ze ook currywurst? En currywurst. We gingen uit eten. Lekker zo'n culinair restaurantje uitgezocht. En dan vervolgens, voor wat geld daar eten neergeteld. Lopen we terug. Mattie, Robbie. Ja, ik heb nog honger. Ik wil eigenlijk nog wel wat eten. Lopen we een curryworst tentje in. Gaan we een dikke curryworst eten met patat. En ik moet zeggen dat het eigenlijk 10 keer lekkerder was dan het restaurant. Dat is echt ongelofelijk. Maar goed. We gaan even vroegstoeken. En dan matchday. Hey. 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 Ken je dat nummer? Nee. Ja. Dan is het echt heel jammer. Je zoomt nu weer ergens op, hè? Op mijn kont. Nee. Het is wel heel lekker. Dat zeker. Mattie, heb je honger? What are those? Mommy! Yeah!
weet je. Oké, zin in. Hashtag zin in. Hertha, Hertha. Wie gaat er winnen, jongens? Hertha. Hertha, Hertha. Augsburg. Nu moeten we juichen zonder, zeg maar... Of is het geen Kuipsfeertje dat je alles in elkaar had staan? Sorry? Voor wie moeten we juichen? Hertha, bro. Ja, oké. Ik ben ook voor Hertha. Hey, da, da, da. Hey, da, da, da. Je wordt er al niet goed van. Dat is homo muziek. Wat vind je daarvan, Rob? Rob, wat vind je ervan? Rob, wat vind je ervan? Hij is op zaterdag, ik kom hier gewoon uit. Dit is een jongen. Ja, Star Wars referenties werken. Het is koud, ik weet 100% zeker dat het min 6 is. En mijn ballen vriezen eraf. Ja, ik heb niet eens meer. Maar het was wel een leuke pot om naar te kijken. But not heus. Ja, leuk. Goeie toevoeging aan je video, wat dit. Amsterdam! Ja, stadion bekend! Ik zou hem even houden, voor deze ene keer. Zou ik doen alsof ik netjes wel heel veel goed, want dat ben ik. Mag ik deze beelden hebben? Jij gaat ze niet gebruiken. Oh. Er staat dus een flikker in zijn zak te knijpen. Ja. Oké, dan! Oeh, we zijn er bijna, Mattie! Robby! Broodje FIFA! Broodje FIFA! We zijn nu aan het haasten, tenminste een soort van het haasten. Jij gaat filmen! Zet die twee wekkers, ik ga filmen. De belangrijke wekker niet af. Hé, hey, ik ben op tijd, jullie waren als laatste klaar. Helemaal niet. Maar Rob was als laatste klaar. Nee, helemaal niet waar. Ja, echt wel. Rob had de minste pace. En nou, nu zijn we op weg naar het vliegveld. Fresh fruit. Je weet met melk. Nee, schijf. Wat kan je nou doen? Ik ga het aan de inzoomen. Ik ga op je hoofd in plaats van te beken, maar niet uit. Ik heb wel vet zo'n fine fresh food en dan Robby. En dan Robby. Ik moet staan en strekken. Ja, verloren. Dan heb ik die ogen van hem. There's something in the water. There's something in the deep. Land, Schiphol, Nederland, het ruikt weer lekker. Hey, hou je bek even. En we zijn weer terug bij waar ik ben begonnen. Ik ben weer lekker thuis in de straat in Amsterdam. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Berlijn is een fucking dikke stad. Ik kom er bijna jaarlijks. En dat Olympiastadion, dat is zo ontzettend dik. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Likes zijn super awesome. Vergeet niet de vlogs van Robby en Matty te checken. Vergeet niet de DDG video te checken waar we eigenlijk voor zijn geweest. Ik weet niet helemaal niet of ik dat wel heb verteld of heb genoemd. Maar nogmaals bedankt voor het kijken. En ik ga douchen. Joe.